ben Rob de Bie, vrijwilliger bij Beeld en Geluid. En dan met name werkzaam in de depots met als een soort specialisatie radio en radioomroep. En het opnemen en weergeven van geluid. Nou ja, we zijn hier in, vind ik zelf, een van de mooiste depots van Beeld en Geluid. Een van de 52 depots die hier zijn. En het aardige van dit depot vind ik dat in dit depot vind je de geschiedenis. Niet alleen van de ontwikkeling van de radio, maar ook radioomroep. En dan heb je het eigenlijk over vier deelcollecties. Een collectie van Jan Korver, die je hier achter mij ziet. Een periode waarin mensen gingen proberen een radiootje te maken. En die volgde het blad dat Jan Korver uitgaf, die bouwde zijn dingetjes na. En dat waren vaak dingen die wel keukentechnologie werd genoemd. Het was een sigarenkistje waar ze wat mee experimenteerden met onderdeeltjes of een plank wat dan vorm kreeg. Maar eigenlijk kon niemand zien of het nou een radio was of iets anders. Maar hij had grote volgers en eigenlijk was dat het toekomstige luisterpubliek, die radioamateurs, het toekomstige luisterpubliek voor... Dan heb je het over een ander iemand in de collectie, Itzeda, Hanzo Itzeda. De man die in 1919 voor het eerst een vooraf aangekondigde radio-omroepuitzending deed. Dus voor het eerst was er muziek te horen in Nederland, vermoedelijk Europa. En dat was een unicum. En wat je eigenlijk ziet is dat die mensen gaan elkaar beïnvloeden. En dan krijg je steeds meer massa, mensen raken meer geïnteresseerd. En dan is het op de kaart gezet, maar het is nog geen massaproduct. En dat komt eigenlijk met dan deel 3 van deze collectie. Dan komen er ook fabrieken waar wat meer aan volume gedaan wordt. En een van die voorbeelden, dat is de Nederlandse seintoestellenfabriek. Met behulp van Philips, hè. Die hebben moeilijke jaren gekend, maar Philips zag daar een heel groot productieapparaat in. En die gingen in volume maken, zowel radio's voor Philips als radio's voor de NSF. En een leuk voorbeeld is, want een ding wat we nog niet geadresseerd hebben, maar wat wel degelijk iets was. Mensen kwamen niet van een radioschool, dus die moesten worden opgeleid bij het bedrijf zelf. En dit is dan een heel aardige brochure over nette meisjes gevraagd. Maar wat je hier in ieder geval ziet, is dat het meer georganiseerd... En een nog net geen lopende band, maar wel meisjes die allemaal hetzelfde doen. Maar zo waren er ook mannen die natuurlijk onderdelen samenstelden. En dit is een heel aardig voorbeeld van hoe zo'n fabriek er dan gaat uitzien. Een grote hal, niet meer een klein kamertje waar mensen een beetje door elkaar radio's maken. Maar gewoon ieder had zijn eigen taak. Om een radio, uiteindelijk een radio af te leveren. En dan komen er ook mooie kastjes om radio's. Dus eerst van het puur functionele, als het maar geluid geeft zijn we tevreden, naar dat er ook eisen gesteld gaan worden aan de bediening, bedieningsgemak, en aan de vormgeving. Dat het er ook nog een beetje leuk uit moet gaan zien. En dan kom je een beetje op dit soort toestellen terecht, waar je ziet, het ziet er prachtig uit, vind ik zelf. En het bedieningsgemak, als je nog even denkt aan dat toestel met die spoeltjes die je zo op elkaar moet afstemmen. En veel knoppen, dat je hier gewoon aan, uit, volume, de zender zoeken en dan ben je klaar. En ik vind dit een lust voor het oog, eerlijk gezegd. Dus dan begint die massaproductie een beetje van dit soort radiotoestellen. En wat je ook ziet bij fabrieken, dat als die radio dan eenmaal gewoon wordt, hè, dus in de huiskamer, steeds meer mensen hebben een radio in huis, dat die fabrieken dan een moeilijke taak hebben van, wat nu? Want die willen natuurlijk promoten dat mensen weer een nieuwe radio kopen. En die komen dan met snufjes als een deze radio heeft concertgeluid. Philips maakte een radio met een nagalmviertje erin. En als je dat knopje aandrukte, dan leek het alsof je in een grote hal naar een concert luisterde. Maar dat geeft alleen maar aan dat radio wordt gewoon. En fabrikanten moeten moeite doen om weer iets nieuws te verzinnen. Dat de radio weer opnieuw aantrekkelijk is. En mensen zeggen, ik heb hem nog, maar ik wil een ander. Net zoals dat vandaag met mobieltjes gebeurt. Je hebt er één die werkt, maar je wil zo graag één die nog anders werkt.